50 plus stapt en een eigen beweging begint. Nou ja, ik heb heel lang nagedacht met pijn in het hart, want ik heb er echt 11 jaar lang voor geknokt met alles wat in me zat. Maar ik heb gezegd, we moeten nu naar de toekomst kijken. En ja, als het dan niet anders kan, dan moet ik toch maar een nieuwe partij oprichten waar al die mensen die het goed bedoelen wel welkom zijn. En dat wordt de Partij voor de Toekomst. Ja, Sander, het Circus Krol was allemaal aanwezig vandaag. Ja, jij geniet er nog steeds van. Nou ja, ik moet er gewoon om lachen als ik het allemaal zie, ja. Ja, nou ja, het werd, bij WNL was het natuurlijk, werd het heel spannend gemaakt. En inmiddels had de hele parlementaire pers vanaf 9:30 onder embargo het persbericht van Krol al. Mochten we om 10:00 op de site zetten. Dus je kon het inmiddels overal lezen. Maar het is wel weer een vrij zeldzame ontknoping toch wel. Dat een lijsttrekker, iemand die 230.000 stemmen gehaald heeft voor die partij, die 11 jaar actief geweest is voor die partij, dat die gewoon vertrekt en zijn eigen partij begint. Ja. Ja, hij was er al lang mee bezig, geloof ik, hè? Nou ja, kijk, er was natuurlijk veel irritatie binnen de partij richting Geert Dales, de partijvoorzitter. Daar waren ze eigenlijk allemaal boos op. En Henk Krol die vond juist al enige jaren dat Geert Dales juist zijn einde had gemaakt aan de cultuur binnen de partij van ruzie maken. En die drukte het allemaal een beetje stevig de kop in. Dus dat vond Henk Krol eigenlijk heel fijn. En vanaf het moment dat de andere Dales eigenlijk het functioneren verder onmogelijk maakte, toen is Henk Krol gaan gokken op twee paarden. Namelijk of toch nog binnen de fractie. Op zijn manier door, of toch met een nieuwe partij. Maar hij wist al een tijdje dat hij weg zou gaan. Baal jij dan niet als journalist dat je dat dan hebt gemist? Of had je al wat geruchten gehoord? Nou ja, kijk, iedereen was natuurlijk met Henk Krol aan het bellen al weken eigenlijk. Ja. En dan hoorde je steeds het verhaal van, nou, ik probeer het echt nog goed met de mensen in de fractie. En we hebben een hele goede fractie. Dus hij loog. Ja. Nou ja, kijk, Henk Krol is wel iemand die vrij soepel van het ene verhaal naar het andere verhaal kan gaan. Dat is een eufemisme voor liegen. Dat ook wel weer gezien. Ja. En die soepelheid heeft hem jarenlang, denk ik, veel gebracht. In de zin van dat hij het verhaal van 50PLUS redelijk soepel voor het voetlicht kon brengen. Maar ja, op termijn is dat natuurlijk misschien voor een politicus ook wel lastig. Kijk, een paar weken geleden hebben we hem nog geïnterviewd. Daar heb ik ook een montage van gemaakt. Omdat het zo erg opviel dat hij heel erg overdreven ging vertellen hoe goed het allemaal ging in die fractie. Hoe erg hij eigenlijk van zijn fractiegenoten hield. Dit is nog maar 2 weken geleden, dit fragment. Ja. Daar kwam uit dat de fractie een enorme eenheid is. Eensgezind dat wij politiek echt elkaar finaal de ruimte geven. En daar ben ik dolgelukkig mee. En ik ben trots op mijn fractieleden. En het ook finaal met elkaar eens zijn. Ach, luister, dat hoort erbij. Nee, ik vind het juist leuk. Ziet u dat niet aan mij? Ik ga zeggen, word lid, want het is echt een leuke partij. Het heeft 1 voordeel. We staan weer volop in de belangstelling. Ja, ja ik zei net, ik moet er een beetje om lachen. Maar dat komt omdat het toch ook een beetje, het is toch allemaal betrekkelijk ongeloofwaardig aan het worden, vind je niet? Ja, dat denk ik wel. Ja, dit is natuurlijk een zeldzame chaos binnen een politieke partij. En ik heb vandaag in het 8-uur-journaal ook al gezegd, vooral die oudere kiezer die dacht dat deze partij dan echt wat voor ze ging doen en voor de pensioenen ging opkomen, die blijven toch echt zwaar teleurgesteld achter, denk ik. Wat dacht u toen u het hoorde, mevrouw Riep? Nou, mijn grootste zorg is, hoe gaan we het straks doen als de Kamerleden in de zaal moeten gaan zitten. Wie naast wie moet gaan zitten. En dan moet Öztürk en Kuzu ook nog terugkomen. Dus dat is wel een meter, misschien wel handig. Gewoon plexiglazen wanden erdoor. Ja. Ja. Nee, ik vind het wel triest dat wij in deze tijd met dit soort problemen elke dag worden geconfronteerd. Interne geruzie, daar zit de kiezer niet op te wachten. Dus ik hoop dat het snel mogelijk achter de rug is. Ja, een voordeel is dat er dus niet weer een extra fractievoorzitter bij komt. Dus nog een spreker bij belangrijke debatten. Want Krol gaat nu samen met Femke, Merel, Van Koten, Arissen, die bij de Partij voor de Dieren is. Dat is 1 vrouw, hè? Ondanks al die namen die jij noemt. Ja, 2 voornamen, 2. Ja. Ja. Dus zij ziet maar ze heeft vele gezichten. Want ze is dus bij de Partij voor de Dieren weggegaan. Is ze lid geworden van 50PLUS. Maar nu inmiddels alweer naar haar derde partij toe. Voor de toekomst. Ja, dus dat tekent toch ook wel dat er flink wat opportunisme in zit hier. Maar hoe is... Ja?
Ja, nou, ik vroeg mij al, kijk, Krol is, heeft al natuurlijk, daarom spreekt hij ook enigszins tot de verbeelding en zeker ook een welkome gast af en toe in de talkshow, omdat het een man is die, laten we zeggen, zoals jij het zegt, enigszins soepel met de waarheid om kan gaan. Hij is eerder opgestapt bij 50PLUS, nadat er allerlei affaires waren over zijn vorige verleden, bij bijvoorbeeld Cakerand. Toen is hij toch teruggehaald door een man die nooit ruzie maakt, hè? Jan Nagel. Omdat zonder hem die partij niet verder kon. Hoe gaat zonder Krol 50PLUS verder? Nou, ik denk dat 50PLUS het best een zware tijd wacht. Al is het maar omdat de voorzitter, waar iedereen ruzie mee had, die Geert Dales, die heeft wel gezegd dat hij op gaat stappen, maar is nog helemaal niet opgestapt. En dat wilde hij ook wel flink benadrukken vandaag. Hij zegt dat hij de komende maanden nog gewoon zijn taak uitoefent als voorzitter, totdat er een nieuw bestuur is gekozen. En ondertussen lekken er ook weer allemaal e-mails uit waarin Geert Dales, Corrie van Brenk, de nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer, uitmaakt voor alles wat slecht is. Oh, ja. Je hebt daar de e-mail. Ja, ik heb wel een briefje. Wat ben jij diep gezongen? Ja, dat is ook het laatste woord. Hè? Je zult vast niet reageren. Wat ben jij diep gezongen? Fijne avond. Dat dan ook nog wel. Maar dat dreigen van het royeren van Kamerleden. Ja. Dus hij heeft nog zeggenschap. Hij heeft dus zeggenschap binnen 50PLUS. En ondertussen heeft hij nog steeds een goede relatie met Henk Krol. En schijnt hij ook bij te hebben gedragen aan de website van de nieuwe partij. Ik begrijp dat hij het loopt. Van de nieuwe partij, tenminste dat las ik in de Telegraaf vanochtend, uit eigen zak heeft betaald. Ja, dat heb ik niet kunnen checken, maar dat zou dus een hele speciale dubbelrol zijn. Sowieso dat hij met Henk nog goed kan vinden is al speciaal. En wel is die Corrie van Brenk en Geert Dales, daarmee is het wel een beetje begonnen. Hè? Want Dales was partijvoorzitter natuurlijk ook vaak bij fractievergaderingen. En 50PLUS is een partij die komt op verouderen. Heeft één overkoepelend doel. Maar verder heb je Geert Dales, die komt uit de VVD. Henk Krol komt uit de VVD. Maar Corrie van Brenk, die komt van de FNV. De keiharde vakbond. En die moeten dus in zo'n fractie ook over andere onderwerpen dan ouder het een. En dat clashen al jaren als een gek. Ja, maar toch is het gek, hè, dat je dat niet hoort. Je hoort niet de verhalen over een richting. Over de inhoud. Nee, we horen niet heel veel over inhoud. Het gaat alleen maar over karaktertrekjes en zo. Ja. Nou, die spelen ook nadrukkelijk mee. Nou, voor iedereen die snakte naar iets zonder corona, dan hebben we dat gewoon 7 aardige minuten gehad. Het eerste 8-uur-journaal op iets anders geopend dan op corona voor het eerst in weken. Ja. Was dat niet met Denk ook toen? Nee, dat was niet de opening. Die komen nog. Dat komt nog. Dat is wel een groot verschil bij Denk. Die mannen die krijg je wel te pakken, maar die willen eigenlijk niet zo heel veel vertellen. En die zijn er een beetje aan het schaken op de achtergrond. Maar bij 50PLUS, het lijkt wel of de hele parlementaire pers in de CC staat van alle e-mails. Iedereen wil zijn verhaal kwijt. Ja. En wil zijn kant van het verhaal naar voren brengen. Ja. Laten we naar de werkelijke dingen gaan. En dat gaat natuurlijk toch nog steeds over.